Vliegen naar binnen. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god. Oh, oh shit. Hoe kunnen wij zo goed vliegen? We zijn gewoon een vliegtuigpiloot, jongen. Jongen mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mijn kanaal Gamesville. En in deze video, zoals je kan zien, spelen met de heilige AN94 natuurlijk vanuit de Black Ops 2, de KVK in Black Ops 3. En we gaan gewoon lekker spelen op de map Fringe. We spelen een Kill Confirmed, een potje natuurlijk. En ja, ik zal zo meteen mijn clash even laten zien, jongens. Want ja, op een of andere manier zijn nu mijn attachments niet ingeladen, dus ik kan het moeilijk laten zien nu, hey. Omdat... Oh, Semtex, jongens, terug. Oh my god. Omdat Black Ops 3 een of andere manier na jarenlang nog steeds zo'n samper glinchy erin gooit. Gewoon van, yo, je kan je mijn cameras ook niet ingeladen. Niks is ingeladen, jongens. Ik zweer het. Het is zo apart. Holy shit, hij is dat... Hij heeft ook een KVK. Oh! Oké, okay, nice, jongen. Die vent heeft ook een KVK. Dus we moeten tegen een paar DLC-wapens. Ik zie ook een FFAR in de... Hoe heet dat nou? Ik ben even de naam kwijt. Even de killfeed, natuurlijk. No shit, Dylan. Yo, je speelt al wat, hoeveel jaar Call of Duty en je weet nog steeds niet wat dat ding met die naampjes allemaal linksom erin is. Ja, dat weet ik serieus niet. Oké, okay. Ja jongens, we moeten gewoon dit potje binnen natuurlijk die doctagjes oppakken in de map. Zodat we natuurlijk mooie puntjes binnen slepen. Het gaat tot de 100, dacht ik. En ja, we moeten dit gewoon winnen. Oké, nu is mijn camera. Oh my god, hij heeft de carepackers. Nou, die is van mij nu, hé. Hey. Is hij zich eens weg? Of landt het er? Ja, hij landt nog steeds. Oh my god, maar volgens mij spant hij daar achter ergens. Een dart. Oh nee, shit. Die wil ik echt hebben. Ik heb nog nooit met een dart gevlogen, legit. Hij is er weer. Zo ga... Oh joh, Dylan, je aim. Ik wil echt... Ik heb het ding nog nooit aangezet voor... Oh my god. Ja, oké, okay, dat was verdiend. Oké, okay, omdat ik zijn ding stal. Oké, okay, nou moeten we... Hier moeten we nu een kill mee maken. Ik gebruik dit ding nooit, ouwe. Oké, okay, even loeren. Ze zijn natuurlijk gewoon aangegeven op de map. Ze worden gewoon knijterrood op een of andere manier. Gewoon. Oké, okay, ik denk dat ze hier zitten. Hallo? Yo! We komen eraan vliegen! En we hebben één kill. En kom. Vliegen naar binnen. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god! Oh, oh shit! Hoe kunnen wij zo goed vliegen? We zijn gewoon een vliegtuigpiloot, jongens. Oh, kunnen we nog meer schieten? Oh, oké, okay, ja, opgefokt. Oh, mijn teammate heeft een fucking wraith. Ik hoop niet dat ze gaan leven daardoor, want ik doe dat meestal wel. Nee, dat doe ik niet. Nee, het ligt eraan. Als we lijp gespant gaan worden en ze halen een vat, ja, dan wel. Ik krijg hem gewoon door het dak, zagen jullie dat? Oh, ik moet mijn clash nog laten zien. Jongens, ik zal het zo laten zien. ik ben echt in de mood gewoon in dit potje. Zit hij daar? Ah, hij is al dood. Spannen ze hier? Achter. Spannen hier sowieso. Let op. 3, 2, 1. Ken ik de spans goed? De ja of de nee? Ik zie nog niemand. Hallo? Hallo? Hier beneden? Koek, koek. Oh. Ja, daar hebben we hem. En hem binnen. Hij had hem nog bijna, ouwe. Die camperkeur. Camperkeur. Echt, jongens, jullie kunnen het aan me zien. Ik ben echt knijthyper. Kijk, dat bedoel ik. Ze lief, jongens. We moeten spelen nu tegen 3 man, jongens. En het potje is fucking nog niet eens halverwege. Wat moeten we hier nou tegen doen, jongens? Zet gewoon die kutverras steeds uit, jongen. Dat ding, iedereen lief. Level up, lekker pick. Lekker pick. Oké, okay, we hebben UV'tje. Dat kunnen ze in ieder geval op de raden zien. Maar ja, dat is even... Ja, is... Oké, okay, nice te joinen. Zo, oké. Okay. De lobby's van Black Ops 3 zijn gefixt, zo te zien. Want, we krijgen 6 joiners. Dat is mooi. Want ja, anders moet je het potje eindigen met fucking tegen 3 man spelen. Dat is echt zuigend. Oké, okay, spannen daar. Oh, ik jump. Ik jump die kut ding opbouwen. Ik kon er echt legit dood gewoon zijn. Oh my god, dat hebben we geluk. Oké, okay, spannen hier weer. Teammate, ga jij ze weer keren zeker? Oh nee, hij loopt hier. Die mag je ook weer omdraaien, dankjewel. Hij liep gewoon door. Hij heeft ook de KVK, ouwe. Maar ik snap het niet. Hoe zijn movement al is. Ik wil niet zeggen snel dat iemand slecht is, maar deze man is slecht. Weet je wat ik... Kijk... Ik zei altijd van, weet je, de wat slechtere mensen, die gewoon wat minder geld, dus die gewoon in één keer packen, weet je wel. Wat noobere mensen op een of andere manier in mijn omgeving, die krijgen die wapens. Sorry als je dat wapen hebt en je bent niet zo goed, sorry. Maar hé, dat is gewoon mijn mening. Maar ja, hé, weet je, ik heb hem nu ook en ik ben ook gewoon noob. Ik zweer, ik ben ook niet zo goed, hè. Dus ja, dan, ja. Maar gewoon deze man is wat, het zal zijn level 18 en hij heeft de KVK, dat klopt al niet, weet je wel. Dat snap ik gewoon niet, hé. Dat hij die luck hell heeft in het begin. Nou ja, weet je, het is hem gegund. Nou, eigenlijk niet, maar hé, hij heeft het wapen. Dus hij kan lekker plezier maken met de KVK. Zit iemand in mijn nek? Door dat ding heen. Sinds wanneer kan je niet door dit fucking kloten... Sinds wanneer kan je niet met de fucking minigun door een schuttingtje heen schieten? Wat is dat nou weer voor logic? Dat ding is toch niet van beton, man? Oh mijn god, dat ding is van hout. Hout. Gastje, schieten, wat voor kaliber kogels doorheen, man. Dat moet echt, ik snap het soms echt niet, jongens. Sommige dingen in Call of Duty zijn helemaal niet realistisch. Ja, deze game is ook niet echt realistisch. Dus speel je Call of Duty voor de realistische... Realistische... Maar hoe zeg je dat? Realistische tijd? Nee, dat is geen woord. Dat is geen woord. Wat zeg ik nou weer?
Voor de realiteit. God, Dylan, lekker pik. Oh my god, mijn splaakgeblek is weer hard op dit moment. Deze man had mij niet door. Eén op train. Daar, die loopt dan. Oh, er komt er nog één in de back. Komt hij daar? Dan ga ik weer hierheen. Ja. Kijk, de tactics, jongens. De tactics. Ik zeg het je. Oh, oh. Dit wapen is zo lekker aan het schieten, jongen. Ik hou van dit wapen. Even de door. Dankjewel. Ik hou van dit wapen. Dit is zo, het schiet zo chill. De oldschool sound gewoon van dit wapen. Echt. Wacht, ik heb een idee. Ik zet altijd mijn Guardian hier neer. Dan kunnen ze gewoon niet via deze kant weer komen. Mooi. Even lekker de enemies irriteren. Daar is een team in dood gegaan. Daar gaan we even heen. Oh, hij is weak, ouwe. Hij is... Oh, hij heeft ook een purify in zijn nek zitten. En we... Ja, ze hebben weer een wrat gehaald, ouwe. Dat is zo... Wrat is chill om te halen, maar iedereen lief. En dat is kut. Daarom zet ik hem niet meer aan. Je zet ik hem ook altijd aan, hoor. Dat geef ik eerlijk toe. Iemand zit in mijn Guardian. Ja, dat maakt mij triggerd om hier even langs te loeren, mijn jongen. Oh mijn god, we hebben een Talon. Inroepen die handel. Nice, Talontje. Kijk, nou hebben we geen UV, dus weet... Ja, ik kan een beetje zien aan de map waar mijn teammates zitten. Dat ze dan hier ergens in de buurt zitten. Ja, het is gewoon kut dat mensen lieven, natuurlijk. Om, ja... Vroeger was het legit niet. Haal jij een nuke? Van Moab was het toen die tijd, toen vonden mensen dat juist cool, hè. Dan leven ze gewoon bij je in de lobby en dan kreeg je na de match kreeg je dan zo'n berichtje van hey, good job man, nice Moab, zulke dingen, weet je. Dat mis je echt niet meer in Call of Duty. Ja, misschien dat het in World of War 2 die er deze week aankomt. Misschien dat het dan weer gewoon die oldschool shit is, want het is een oldschool Call of Duty. Dat het, hè, dat ze misschien weer een Moab erin gooien en dat je gewoon weer gefeliciteerd wordt met je skills. Nee, ik zeg maar wat hoor. Maar ja, het zou wel nice zijn dat het weer gebeurt. Zit hier. Teammate, ga jij skill stealen? Oké, we zullen het zien. Zullen we hem kill stealen? Oh my god, die enemy had mij bijna. Ik liep achteraan, hè. Besef. Oh my god. Hij loopt hier. 3-2. Er rijdt een lijpe vrachtwagen door mijn straat. Door mijn huis. Hoorde je die? Oh, die spraak. Oh, die kut. Die doktank is weg. Oh my god, Dylan. Ik zweer het. Ik ben zo raar aan het praten nu, jongens. Sorry. Sorry als je hier komt voor de serieuzere video's. Dat is dit totaal niet. We spelen gewoon lekker chill met de M8. Of M8. De AN94. Het lijkt totaal niet op elkaar. En ja, weet je. Dat moet ook een keer gebeuren. Een chillen potty, hè? Een chill potty. Is dat een enemy? Nee, hij stond daar of hij lag daar. What the fuck? Hij zit hier binnen. We gaan erop af. Let's go. We're breaching in and we are dead. War Machine is alleen van close range chill. Voor de rest is het gewoon echt een ruk ding. War Machine is geinig om te mee gaan klooien, maar... Nee, niet een specialist voor mij. Dat zeg ik eerlijk. Jij bent gekilled. Komt hij uit het raampje op? Dan kom ik wel naar binnen. Hij heeft geen ANM meer. Hij heeft het opgegeven. Hij gaat gewoon een sniper pakken, jongens. Hij pakt de sniper. Oh ja, ik zal aan het einde van de video, jongens. Ik stel het de hele tijd uit. En mijn clash laten zien, want dat moet ik nog steeds doen. Ja, weet je, we zitten zo lekker in een potje. We schieten gewoon lekker chill, dus dan laat ik het over even zo. Aan het eind van de potje zal ik mijn clash even laten zien. Span hier. Pak de Reaper er even bij. Span weer hier. Oh my god. Deze man is gewoon beter met een sniper dan met een AN. Oh my god, what the heck? Hoe had hij mij daar, gek? GG, mate. Holy shit. Dat zeg ik eerlijk. Ik schoot een paar keer met de Reaper raak. En hij wist me nog te doden gewoon met die sniper. What the fuck? Nee, dat is sick. Holy... Oh, die headshot. Oh, lekker. Hij zit hier boven, jongens. Deze man, jij bent goed houden met die sniper. Ik weet niet waarom, maar... Ja, het zal wel. Deze man, die schoot echt lijp raak met die sniper. Het kan natuurlijk ook de grootste luck shot zijn. Maar ik geloof echt dat hij legit gewoon even gewoon een koiscoopje er doorheen kan, hoor. Kaande. Kaande. Is dat een woord? Kanen en dan kaanden? Kaande. Jongens, je hoort mij niet praten, ouwe. Het is echt... Oh shit. Het is echt fucked up wat ik allemaal zeg. Die is er in te campen. Oh, dat doet hij weer. Heeft hij de AN weer. Hij heeft de Razorback gepakt. Defense switch te vaak van clashes, ouwe. De ene keer gaan we met een sniper, dan weer met een submachine gun, dan weer met een assault rifle. Als je de hele tijd zo blijft snipen of door gaat switchen, dan kan je niet meer echt raak schieten, bro. Dat zeg ik eerlijk. Ik ben het gewend. Als ik met een sniper nu ga schieten en daarna weer terug naar een AR, mijn aim lacht mij uit, zeg ik ze. Spannend hier. Nog 8 doctakes, jongens. Dit is easy gewonnen. Ik weet niet eens of we dat gaan halen, die 8 doctakes. Want ja, aangezien dit potje zo sloom loopt, wordt gewoon in mijn nek genomen door die vent. Jongen, Shendrik, kut fucking sessie joinen. Ik heb mezelf nog echt de party op close staan, hè. Hoe kan hij mij joinen dan? Oh my god, hè. Shendrik is zo...
Shandrek is echt kut om tegen te krijgen. Ik zeg het je eerlijk, met Quizco battles, met fucking normale potjes zoals je ziet. Het is gewoon, hij verneukt het gewoon. Ik loop gewoon lekker chill, lekker op mijn gemankie door de map. En dan krijg je die vent weer die tryharder in je nek gewoon. Die alleen maar op mij zit te schieten. Nee, ja. Nou, shout-out naar Shandrek. Je zit in de video, jongen. Pro, bro. Ik schiet weer op de verkeerde, hè. Oh my god. Ik had hem echt nog maar net. Bye. Final kill game. Boom! 40 kills, 12 deaths. Het was een heel redelijk rustig potje. Maar ja, hey, we hebben 99 fucking cocktails. Nou, hier werd Shandrek even gekilled. En dan komt deze man eraan lopen. Ja, we hebben gewoon een chill potje neergezet met de AN94, aka de KVK 99, dacht ik. Ja, de KVK. Maar jongens, ik weet, dit is mijn class. Ik kan het nog even laten zien. Hè? De KVK met quickdraw, stok en high caliber voor de headshots. Ik gebruik afterburner, scavengers, fast hands en tactical mess. Dit is de class die ik gebruik. Ik vind het persoonlijk super chill. Af en toe switch ik high caliber naar fast mags op kleinere maps. Zodat je sneller kan reloaden, zodat je meer actie hebt in die maps. Dus ja, dat is mijn class setup. Ik gebruik het altijd deze class. Gewoon dit is, ja, alleen de high caliber en fast mags switch zit. Dus ja, dit was de video jongens. Ik hoop dat jullie deze kill confirmed met de AN super dope vonden. Ik vond het een super nice wapen. Het is nog steeds een super nice wapen. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Het zou super dope zijn als je een likeje achterlaat. Zou super nice zijn. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video jongens. Later mensen.